Welkom in sessie 158 van het Oorlogpot 2 vanuit de kleine mobiele studio 11, waar we verder doen met het bespreken van vraag 8 van het voorbeeldexamen. Zoals ook terug te vinden op de omgeving Camilo. En we kijken nu naar een voorbeeld, een uitwerking van een omzetting van een Array of Children uh, representation naar een Left Child, Right Sibling representation. Dus de manier waarop is besproken in uh, sessie 157. Dus nu ga ik over naar de goods. Ja, de layout is natuurlijk wel te overwegen. Dat geldt ook zo. Ik zal misschien een andere kleur Dat geldt ook zo op een examen als je dat moet doen. Hè. Dus misschien eerst toch een keer op klad oefenen. Hè. Dus dat is dus een vader. Blijft hier dan ook de wortel. En dan zijn left child. Hè. Left child, ja. Dus zijn left child. Ik, ga... ik, weet niet, man, ik weet niet goed wat mij allemaal te wachten staat. Dus ik ga je redelijk zo werken. En nu, dat zijn zijn broertjes hè, toch? wel Daar wordt hij nu papa van. Of tenminste, wordt papa van eentje. Dus van die F. En F wordt dan papa van die vier. Ja, ja je ziet dat dat hier ook absoluut niet een uh, binaire boom moet zijn. Ja. En dan uh, die vier wordt dan weer papa van zijn rechterbroer, zijn de K. Is dat gedaan? Nee. Hè? Dus let hier op. Uh, ik ben niet aan het kijken. Hier, dus vier is wel nog papa van zijn enig kind. En dat is dan die G. Die G, die dan geen broertjes meer heeft. Pas op, hè. je mag niet overspringen, zal ik maar zeggen, naar de neefjes van die G. Hè. Ik hoop dat je weet wat ik aan het vertellen ben. Dus hier, het meest linkse kind van K is L. Ja, en L wordt dan papa van het naar rechterkind daarvan, of de rechterbroer daarvan, zijn de 9. Dan moet ik alleen hier nog verder gaan. Dus die B, die blijft papa van het meest linkse kind zijn de C. C wordt dan papa van het kind rechts daarvan. D wordt, kind van het, uh, wordt papa correctie van het kind rechts ervan, van zijn broer, rechts ervan, zo moet ik het zeggen, dus derde kind van die B. Dan is het hier gedaan, uh, want e, G is neef. Let op, dat zijn geen broers meer. En dan hier, hij is blijft E, blijft papa van zijn meest linkse kind I. Maar zal dan uh, ja, grootvader worden, als het ware, hè, van zijn tweede kind. Ja, ik weet het, in uh, de reële situaties is dat uh, onmogelijk, zou ik zeggen. Maar hier is het wel wat er gebeurt. Ik hoop dat uh, de terminologie die hij dan toch durft gebruiken u helpt. En dit is dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja. Dus denk ik dat wij uh, goed hebben gewerkt. Dat is dus voor deze voorstelling. Is het dan gedaan? Nee, hè? Dus uh, het is te zeggen, ik heb nog een voorbeeldje voor u. Dacht ik, als ik me niet vergis, uh, er staat er nog één. kijk, dit is nu wel, dat is de boom Z. Dat is wel een binaire boom. Ik hoop dat je dat ziet, hè. De graad van de boom hè, is de hoogste graad van elke knoop. En die is 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ja. Wel, die kunnen we ook omzetten van zijn array of children representation naar, alhoewel dat hier natuurlijk de noodzaak niet zo hoog is, maar dat zou dus perfect kunnen, naar zijn left child, right sibling representation. Ja? En dus wat krijgen we dan? Let op, hè? Let op hè? want dat is een veranderende, een andere situatie. A gaat dan eigenlijk zijn meest kind behouden. B. B wordt papa van, het kind, van de broer rechts ervan. K. Heeft geen andere broers meer. Dus de vraag is of je natuurlijk dat natuurlijk wil doen. Maar het is wel degelijk een omzetting, een transformatie, een omvorm die je kunt doen. K. Blijft papa van zijn meest kind L. En dus wordt dan een grootvader in dit geval van zijn tweede kind, zijn de negen die dan het kind wordt van L. B, pas op, dat is hier wel raar getekend, maar ja, het blijft hetzelfde. Dus je kan hier wel een beetje dat ook maar raar tekenen. Hè? Want dus blijft papa van het meest kind E, wordt grootvader in dit geval van E. Die dan op zijn beurt weer papa blijft van uh, uh, zijn meest kind I. En dan. Uh, uh, zeg het uh, papa-woord van die knoop J. Ja. En je ziet dus dat je nu ja, een andere structuur krijgt, een andere vorm krijgt. De vraag is natuurlijk ook of dat je dat zult willen doen, of dat je van een binaire boom per se wilt overgaan dan nog naar die uh, LCRS. Maar het gaat ja, en het geeft een, een veranderende structuur, een veranderende vorm. Hè. In dit geval bij een binaire boom lijkt mij de noodzaak niet zo precair, niet zo nijpend. Maar dus in het vorige geval waar we er juist over bezig waren. Daar zult je inderdaad een serieuze. Hè, dus Wat is het grootste voordeel? Het grootste nadeel is natuurlijk dat je er meer rechtstreeks aan die knopen kunt. Ik hoop dat je dat ziet. Kijk bijvoorbeeld naar die knoop met de label 4. Ja, die hier dus, waar, waar die papa rechtstreeks naartoe kon. Dat gaat nu niet meer. Hè. Nu moet hij zo gaan. Ja. Dus dat is wat er gezegd wordt. Maar het voordeel is natuurlijk dat je enorm veel aan geheugen gaat gaan winnen, want dus je knopen hebben ten hoogste... Allee, hebben, dus in het ge intern geheugen, twee verwijzingen en niet meer. Dus je geheugen wordt rendementsvoller gebruikt. Voilà, dat is vraag deeltje A. Allee, te zeggen, is dan het antwoord gegeven... Maar dat staat er nog zeker. Hè? Een voordeel van de eerste kindvolgende broervoorstelling van gewortelde bomen is dat men efficiënt door de boom kan navi navigeren. Wel, ik heb het eigenlijk al wel gezegd in een vorige pancarte. Hè? Fout, hè? dus als het, men het meest efficiënt kan interpreteren. Ja, want men moet dus. Hoe dus, dus, moet ik dat dan eigenlijk wel vertalen? Uh, snel, hè? snel naar een welbepaalde. Is dat men snel door de boom naar uh, elke welbepaalde. welbepaalde Elke, wel, om het even welke, wel bepaalde, wel bepaalde, eh, bepaalde knoop, knoop kan eh, navigeren. En dat is dan fout. Hè? Dat heb ik u laten zien. Hè? Want dus, als een papa in die oude structuur hè, rechtstreeks naar zijn vijfde zoon kon gaan, wel, dan wordt dat in die nieuwe structuur een hele zal eh, als het ware. Hè? En dus dat is met andere woorden dan een lineaire lijst dat die we moeten doorlopen. Ja, voilà. Einde van deeltje A.